De recente toename van gebouwbranden is aanleiding voor de brandweer om te beginnen met een bewustwordingscampagne. De nieuwsdienst ging gistermiddag op pad met het bikersteam van het Korps Brandweer Suriname onder toezicht van de afdeling voorlichting van de organisatie. Biker Ravanelli Deekman vertelde wat er allemaal gebeurde. We gaan in verschillende volksbuurten en we geven de mensen rookmelders, omdat we hebben kunnen constateren dat er de laatste tijden een toename is van gebouwbranden, waardoor we eigenlijk een aanzet willen plegen en de mensen, enkele mensen voorzien van rookmelders. Rookmelders hebben tot taak als primair om levens te redden en secundair dat men op tijd verwittigd wordt dat er een rookontwikkeling of een brand, een begin van brand plaatsvindt. Het team van de brandweer heeft ook enkele rookmelders in woningen geïnstalleerd met toestemming van de bewoners. Brandweervoorlichter Alte Pinas en het voorlichtingsteam legden de mensen die in aanmerking kwamen voor een rookmelder uit hoe het apparaat gebruikt moet worden. Je bent bij ATV gewerkt? Niet bij ATV, maar in het bedrijf. Okay. Ja, ik ga een rookmelder voor u laten bevestigen. Weet u, heeft zelfklevend pakband. Heeft een levensduur van 10 jaar. Ja, 10 jaar. Ja, het is een vrij dure rookmelder. En heeft een geluidssterkte van 90 decibel. De bikersunit van de brandweer heeft vanuit de kazerne aan de verlengde Gemeenelandsweg enkele volksbuurten aangedaan. Bij de huisbezoeken is ook voorlichting verstrekt.